Welkom terug en leuk dat je weer kijkt bij een nieuwe bierreview hier bij Bier met Menno. En vandaag is het tijd voor bier uit Appingedam. Oftewel, bier van Vloembier. Hey, ik heb denk ik, als ik me goed kan herinneren, sowieso één bier van Vloembier op het kanaal. Dat was de Escaping the Womb, als ik het goed heb. Is alweer een tijdje geleden, ik denk... Zes maanden, halfjaartje geleden. En ik dacht, het wordt wel weer eens tijd voor een bier van Vloembier uit Appingedam. En dit keer wordt het de Blaaskaak, een dubbel IPA. Check. Gaaf artwork, hier ook met, kijk of Vloem. Craft Beer uit Appingedam. Het is een dubbel IPA wat ik zei. Hij komt met een alcoholpercentage van 8%. Yes, 8% aan alcohol. Ingrediënten van deze dubbel IPA van Vloembier zijn als volgt: water, barley, oats, hops en yeast. En de hops zijn, staat er ook op, Mosaïek en Strata. Check. En als ik het goed heb, staat dat ook op het etiket. Even kijken. Nee, staat niet op, maar volgens mij brouwen hun bieren bij Boksbier. In Groningen. ik vind door IPA's, of IPA's, lekker om te reviewen. Dus bij deze, komt deze in de review. Canning date 28 april. Dus het is nu 9 juni, onderbij anderhalf maand goed, of anderhalf maand in blik, anderhalf maand goed. Hij is, best before datum is 4 april volgend jaar, dus nog ruim 10 maanden houdbaar, maar het gaat nu al in het glas. Dus ja, Vloembier. Ik vind sowieso Vloembier, Valkenboe en Boksbier mooie, goede IPA's maken. Ook dobbel IPA's en New England IPA's. Dus ik ben benieuwd naar deze. We gaan hem openen, toch? Want jullie kijken naar deze review. Voor het bier. Groot, lekkere sip. En we gaan hem inschenken. Geel schenkt hij uit. In het glas. Check. Geel is de kleur. Als hij uitschenkt, hè. Maar waarschijnlijk ook als hij in het glas zit. Zoals jullie kunnen zien. Nogmaals, een Bielos 22 proefglas heb ik gekocht bij Bielos 22. Of course. Kleur van het bier is geel. Een beetje donkergeel. Jullie kunnen hem ook wel een beetje donkergeel zien als ik het zo goed zie via mijn telefoon. Hees voor deze, ik kan er helemaal niks doorheen zien. Zoals jullie ook kunnen zien, jullie zien een beetje mijn ramen en mijn telefoon waar ik deze review mee film. Schuimkraag is minimaal klein. Ik ga een beetje wit, maar ik ga gewoon naar de neus, toch? Tropisch, of course, tropisch, dubbel IPA. En dan ruik ik ook wel een beetje de ananas en de citrus. Ja. Ja. Ik ga gewoon een slok nemen. Dat gaan we dat doen? Jullie kunnen nu terugpraten. Dus ik zeg, we gaan een slok nemen. Ik zeg, proost. Schuimkraag is al bijna weg. Ja. Mooi lekker tropisch. Ananas proef ik gelijk in het bier. Ook wel steenvruchten. Mango. Mooi bitterheidje in het bier. Lekker bitterheidje. En hij prikt ook wel een beetje aan de tong. Ik vind deze lekker. Ik vind deze alweer lekker. Van Vloembier uit Appingedam.
cijfer voor het bier van Vloem Bier hey, is sowieso een voldoende. Zoals jullie weten, ik hou van dit soort bieren. Double IPA's, New England IPA's. Maar ik neig ook wel de laatste tijd naar de Black IPA's. Vind ik ook wel lekker. Cijfer voor het bier voor de blaaskaak van Vloem Bier krijgt van mij 7,5. Mooi, voldoende. Laat me even weten wat jullie sowieso van Vloem Bier vinden uit Appingedam. Ben ik sowieso altijd benieuwd naar wat jullie van de brouwerij vinden, die ik review. En laat zeker weten welke ik nog meer moet reviewen. Of ik er een heb op mijn kanaal heb staan die ik nog niet gereviewd heb. En wat jullie favoriet is. Ben ik benieuwd naar, let me know hier beneden in de comments. Of course. Anyway. Ik ga er sowieso van genieten vanavond. En 7,5 voor de blaaskaak van Vloem Bier. Social media hier beneden in de beschrijvingsbox. Instagram, Untappd en Facebook. Volg me ook daar even, want altijd leuk. Altijd leuk. En volgende week nieuwe bierreview hier op het kanaal van Bier met Menno. Ik zeg... geniet van de bieren die jij gaat drinken of jullie gaan drinken. Dan ga ik dat ook zeker doen. En vooral met deze. Want ik vind hem een 7,5 waard. En tot volgende week. Ik zeg fijn weekend. En tot volgende week. Proost.